7 ingrediënten en 20 minuten. Dat is al wat je nodig hebt voor een zalig bordje vol. Het is tijd voor Klaar in 20 minuten. Deze topchef brengt vandaag geur en kleur op jouw televisie. Haar ambitie, de naadloze perfectie. Een mes, wat potten en haar brein als munitie. Met één kniepoog maakt ze mij en heel België enorm happy. Welkom in mijn keuken, Breisem Anne-Sophie. Dag, chef. Dag, chef. Wat een rijmpje. Ja, amai. Ik ben onder de indruk. Voilà, speciaal voor jou, chef. Ik heb een heel belangrijke vraag voor jou. Wat ga je maken met deze 7 attributen en vooral, is dat klaar in 20 minuten? Vandaag ga ik een beetje de Aziatische tour op. Ik ga dus een bouillonnetje maken van champignons met noedels. Daar gaan we nog noedels bij frituren voor een beetje extra crunch. Afwerken met sojasaus en nog een paar sesamzaadjes. Dat is een hele mond vol en ik krijg er het water van in de mond, chef. Dus ik ga je niet langer in spanning houden. Ik ga de klok starten in 3, 2, 1 en koken maar. Oké, dus we gaan beginnen met onze kastanjechampignonnetjes eigenlijk. Dat is de basis eigenlijk van onze bouillon. Ik heb eigenlijk nu voor deze gekozen in plaats van witte, omdat deze hebben toch zo wat die nootachtige smaak. En die zijn ook wat steviger als witte champignons eigenlijk. Dus daarmee dat ik deze wel verkies voor dat bouillonnetje. Maar dat kan hier eigenlijk met alle soorten champignons, hoor ik eigenlijk? Of? Ja, maar je kunt verschillende dingen uitproberen, maar ik zou zeggen dat je fantasie vrij loopt een beetje. Super. Voilà, ik ga hier nog shallot bij, look. Vind je alles? Voilà. Voilà. Zo, natuurlijk. Een pan, die ligt hier. Je mag in al mijn kassen snuffelen en graaien wat je maar wilt. Voilà. Ik ga deze pakken. Moet je eigenlijk champignons kuisen voordat je ze gebruikt? Want ja, dat zijn zo. Ik kuis die bijvoorbeeld nooit niet voor ik die gebruik, maar ik ben misschien een slodderbos. Goh, de meeste, daar hangt altijd wel een beetje aarde aan natuurlijk. Een borstelje of zo kun je gemakkelijk afborstelen. Deze zijn al proper, dus bespaar me een paar minuten, chef. Alle beetjes helpen, hè. Het is daarmee. Je kunt ze ook heel, ze zeggen altijd van ja, dat mag niet wassen. Je kunt ze heel snel spoelen. Maar je moet zien dat je het echt dan heel, heel snel en uit het water, dat is eigenlijk dat water niet opnemen. Sommige chefs doen dat ook wel. Voor een beetje, als je in grote hoeveelheden moet gaan, is dat wel tijdbesparend. Inderdaad. Voilà. En hoeveel teentjes look gebruiken we nu? Ik gebruik toch 2 teentjes look, omdat we beginnen met die bouillon, de basis van de bouillon. Dus er mag toch wel genoeg smaak in zitten. Zo. Wel zien dat je ze redelijk fijn snijdt. Ja. Want ik ga ook de stukjes champignon gewoon in de bouillon laten. Okay. Dus ik ga ze niet meer zeven zelfs. Ik hou alles erin eigenlijk. Zo. En heeft u iets met de Aziatische keuken? Want ja, dit is wel redelijk Aziatisch gerecht natuurlijk. Dit is redelijk Aziatisch. Ja, ik ben wel fan van zo'n sojasausen en van die sushi-azijnen en mirin. Zo die umami-smaken eigenlijk. Ja. Hè. Maar het is een beetje, ja, waar ik zin in heb. Allee, ja. Je hebt dagen dat je zo een licht gerechtje wilt eten en er zijn dagen dat je iets stevig wilt eten. En in jouw zaak kun je dan ook zo van de ene dag op de andere precies vandaag ga ik iets dat doen? Ben je zo ook eigenzinnig in je eigen keuken? Of? Goh, ja, ik denk in ons restaurant zijn we eigenlijk met 2 chefs. Dus heb ik ook nog Jaume Soler, dat is die is van Catalonië eigenlijk. Ja. Dus onze keuken is een beetje zo de fusion tussen zijn Spaanse roots en mijn Vlaamse roots. Ik ben dan meer zo voor de zwezeriksjes en het vlees. Mijn ouders, mijn grootouders vroeger, die hadden een vleeshandel. Dus dat is van jongs af aan al eigenlijk zo de grote biefstukken en de zwezerikken, dus dat blijft er wel in zitten. Maar gelijk, dit is een heel leuk gerechtje, vind ik. Als je s'avonds thuis komt, je hebt zin in iets licht, je hebt niet veel tijd. Dat is het ideaal eigenlijk. Op 20 minuten. Voilà. We zijn ongeveer 3 minuten en een half ver, dus. Voilà. Ondertussen heb ik hier al wat boter. Zo.
Normaal zou ik daar olijfolie bij doen, maar ik zag dat je daar ook sesamolie had staan. Mijn keuken is zoekkeuken of zoiets. Neem maar wat je wilt. Dat ga ik opdoen. Zo. Maar het zou dus ook bij olijfolie kunnen, mensen dat thuis geen sesamolie hebben. Dan. Inderdaad. We gaan dat niet meerekenen als een attribuut. Hè. Dat is tussen ons, niemand heeft dat gezien. Het blijft tussen ons en heel Vlaanderen. En Nederland. Als dat maar is, hè. En Nederland ook trouwens. Ja. Internationaal, joh. Voilà, ze. Dus hier pak ik even gewoon de tijd voordat dit fijn genoeg gesneden is allemaal. En dat is de basis van de bouillon eigenlijk, hè. Wat ook het belangrijkste is. Zo. Hups. Het steeltje van een champignon, moet dat verwijderd worden, of...? Goh, soms zijn die een beetje uitgedroogd eigenlijk. Ja. Deze zijn heel mooi eigenlijk, maar soms zie je echt zo'n droog steeltje. En dan snij ik wel het steeltje ervan af. Ja, dat vind ik ook wel een heel goede combinatie. Zo'n champignonnetje gebakken met wat look. Oh, Ja. Heerlijk. Tol champignon, dat kan ook heel lekker zijn. Hè. Want je kunt eigenlijk meestal, als je het simpel houdt, is het meestal nog het lekkerste. Simpel en goed, hè? Dat is, dat is iets waar ik heel veel vaak terugkomt. Nee, maar dat heb ik vroeger echt moeten leren als chef. Want toen ik begon als chef in de keuken, van, ik ga daar dan nog bij doen en dan nog bij doen. En eigenlijk, ja, te veel is ook te veel, hè? Te hard jezelf willen bewijzen of zo, kan dat? Pablief? Te hard jezelf willen bewijzen of zo, want ik kan dat ook nog en ik kan dat ook nog. Ja. Maar het is ermee, voor mij is het allemaal een beetje in stroomversnelling gegaan. Ik heb eigenlijk vroeger economie en wiskunde gedaan. Dan grafisch vormgeving gaan studeren. En ik ben dat eigenlijk begonnen als hobby. Hotelschool, avondschool. En na die eerste module zei ik van ja, dat is het. Hè. Dat is wat ik graag doe. Dus toen ben ik daar ook voor gegaan. Voilà. Dat is wel een hele carrière switch natuurlijk. Hè? Ja. Ja, maar gelijk mijn ouders hebben dat toen gesponsord, dus nu zeg ik van, nu kan ik het nog altijd gebruiken. Hè. Ik heb mijn eigen zaak nu, dus economie en wiskunde komt van pas. Grafische vormgeving voor mijn borden te dresseren. Kijk eens. Voilà. Dus en uw eigen sociale media beheren waarschijnlijk ook. Wat lief? En uw eigen sociale media beheren en dergelijke. Ja. Kijk eens aan. Voilà, ze. Zo. We zijn ondertussen 6,5 minuten ver. Dat is genoeg. Oké, dus daar gaan we ook nog noedeltjes bij doen. Even kokend water verpakken. Hup. En welke noedels ga je gebruiken? Want er zijn natuurlijk verschillende soorten noedels. Ik ga nu vandaag met platte noedels werken. Omdat ik dat wel leuk vind, een beetje noedels met een beetje bite aan. Zo, deze kan lopen. Ondertussen hier. Goh, die look ruikte enorm rap, hè? Ja. Maar ja, we beginnen ook met een bouillon te trekken, dus er mag wat power in zitten. Er mag wat poeier in zitten. Vanasse, zo. Deze op neerzetten. Het is gemakkelijk als een potvulfunctie. Dan is, Ja, dat zou ik thuis ook moeten hebben. Kijk, maar je bent altijd welkom hier in mijn keuken te komen koken. Dus. Ah, voilà. De peper. Voilà, black pepper. Hier ga ik nog niet te veel zout op doen, omdat ik zelfs nog die sojasaus erbij ga doen. Zo. Zo, dit laten koken. Hop. Zo, ze misschien die schoon aangebakken. Nog een beetje water erbij doen.
waarom water bij? Voor de bouillon eigenlijk te maken. Ah. Hè. Dus nu gebruiken we eigenlijk onze champignons als basis. Voilà. Zo. Beetje wegen. Voilà. 9 minuten. Gaat het lukken? Ja, het gaat ook sneller als je hier aan deze kant staat. Zo. Tijd vliegt, hè? Ja, dat is waar. Oké, dus de noedeltjes kunnen we zelfs als het water kookt. Dat moet in kokend water. Is het niet dat je dat kan opzetten met koud water en laten opkoken, de noedels? Zo. Ja, dat water moet koken op voorhand. Zo. Oké, dan hebben we dit nog eens gaan deur. Zelfs ga ik daar nog wat oesterzwammetjes ook bij doen. Mm-hmm. Die dingen ook al opzetten. Zo. En we zijn officieel halfweg. Halfweg. Ja. Wat is er speciaal? Amai, bijzonder. Ik wou bijzonder aan oesterzwammen. Dat is... Oesterzwam, ik vind dat een heel leuke zwam om mee te werken. Die kun je ook meestal heel het jaar door eigenlijk krijgen. Het is ook wel, als je champignonnen doet, wel een beetje een herfst denken. Dus dan ga ik eerder naar andere champignonnen gaan. Maar ondertussen, vroeger groeide ze dat vooral in China en zo. Heb je dat ook, dat ze dat nu in containers en alles hier gewoon in België. Ken ik iemand, die maakt dan 2 containers, die steekt dat vol met grond en daar... Kweekt die oesterzwammen, eringies, ja, heel het jaar door eigenlijk. Dus dat is super om mee samen te werken. Wat heb je nu al gedaan? Ondertussen heb je daar wat in een pan gesmeten? Probeer. Ik heb hier de sesamzaadjes nu ook al opgezet, dat die ondertussen kunnen toosten. Daar gaan we zelfs het soepje mee afwerken. Hier, dit is rustig aan het pruttelen. Zo. Dan hier het water staat af. Maar gelukkig, die noedeltjes moet je maar 3 à 5 minuten koken, dus... Zo van die zaadjes en die nootjes die beginnen zo aan te branden op het moment dat je niet kijkt, hè. Dat is zo... Dat is waar, ja. Maar je ruikt dat ook, vind ik. Ja, wel, maar dat is meestal al te laat als je het ruikt. Dat is waar. Oké, dus we kunnen al hier de garnituurtjes... Ik vind het ook altijd lekker om er nog zo'n klein beetje van die rauwe pijpaillon door op het einde. Zo. Meestal het buitenste verwijder ik wel, voilà, als ze proper zijn. Zo, en nog wat van het groen hier. Je blijft er wel heel cool bij, hè? Of is dat... Schijn bedriegt? Of? Ja, ik probeer altijd mijn hoofd wel te organiseren. Wat eerst, wat nu. De keuken is een beetje multitasken. Voilà. Nee. Voilà. Ze vuren een beetje. Het is toch ook altijd een uitdaging met een keuken die je. Ja, ik heb ook een heel fijngevoelige kookplaat. Hè. Je moet zo... Zo. Oké. Zo. Hier kan ik ondertussen ook al mijn noedeltjes frituren. Die gaan we eigenlijk op het einde als garnituur er nog bij leggen. Het is altijd leuk als je zeker aan de texturen ook te denken met wat je bezig bent. Nou, voilà. Dat begint goed te gaan. Dat is eigenlijk heel leuk aan die glasnoedels, vind ik. Dat zwelt op. En dan moet je gewoon een beetje peper of zout. Je kunt er nog andere kruiden ook op doen, dat is gelijk je wilt eigenlijk. En dat dezelfde noedels als de andere dat we gaan koken? Of zijn dat andere? Dit zijn platte noedels. Oké, ja. Maar dat zou met de platte ook kunnen bijvoorbeeld, met de platte noedels? Ja, je moet zien, meestal met de rijstnoedels, die poffen meestal allemaal. Dat tarwe we niet. Voilà. Dus je moet rekening houden dat dat nog veel groter gaat worden. Zo. Oké, wauw. Kun je dat nog 1 keer doen? Ik vind dat fantastisch. Sorry, ik ben een bierenpleziertje. Wacht, hè. Krijg je dan een extra minuut? Ja.
Oké, sorry. Ja, ik heb misschien... ja, ik speciaal voor u nog eens. Ik was er een beetje van onder de indruk. Het is echt zo magisch. Okay. Oké, misschien heb ik daar te veel plezier aan, hoor, maar ik vind dat heel leuk. Ja, dat is eigenlijk heel simpel voor thuis ook te doen. Hè? Dat is heel indrukwekkend, dus ja. Ik ga dat zeker eens gebruiken. Voilà, hè. Zo. Beetje zout erop. Zo, deze noedeltjes ook al. Zo, deze. Je hebt nog een dikke 5 minuten, dus ik denk wel dat het gaat lukken. Als ze mee willen. Als ze mee willen werken. Voilà, maar dat is eigenlijk genoeg. Je komt juist uit. Hier deze een beetje in de gaten houden. Ondertussen nog een pannetje. Voor onze champignonnen. Voilà. Ah, voilà. Dat is toch handig, hè? Dat is gemakkelijk, hè? Voilà. Oké, nu 3 minuutjes normaal. Ik ga het timen voor jou. Ah, super. En die pan is voor? Ik ga daar nog wat van die oesterzwammen eigenlijk bij doen. Dit waren de kastanje, die geven eigenlijk die leuke smaak aan die bouillon. Dit ga ik er nog extra een beetje als garnituur, dat je toch een beetje bite ook hebt en nu. Ja. Dat niet gewoon maar een soepje is eigenlijk. Hè. Nu deze scheur ik eigenlijk meestal, die snij ik niet. Ik vind dat altijd leuk als dat zo... Je ziet dat, hè. Gewoon heel makkelijk los. Zo. Ja. Wat zou je nog kunnen maken met die oesterzwammen? Daar kun je ontzettend veel dingen mee maken eigenlijk. Ja, ik vind dat altijd leuk, zeker voor de veggies, ook eens met die verschillende soorten champignons altijd te werken. Nu, binnenkort in de herfst heb je dan ook weer de trompette l'amores en alles dat eraan komt. De eidooier, zwammetjes. Ik vind champignon een heel fijn product om mee te werken. Ook omdat je daar eigenlijk heel het jaar door iets leuks mee kunt doen. Wel. Zo. We hebben nog 4 minuten. Voilà. Zo. Zout. Een champignon mag ook altijd genoeg zout en boter eigenlijk op. De noedels hebben nog 1 minuutje nodig. Alsjeblieft. De noedels nog 1 minuutje. Ah, voilà. Moet ik hier al zeefje zoeken. Voilà. Zo. Pak maar wat je nodig hebt. Ik zal niet een afwas wel doen. Zo. Dat is, Dat was het. Zo. Ook altijd genoeg boter, want champignons pakken toch vrij veel boter. Dat is het al goed, die smaak van die champignons. Ik ga daar nu de sojasaus nog bij doen. Wat is een klein beetje gewoon een goede scheut op smaak? Of hoe? Ja, ik proef dat altijd wel. Moet je toch altijd met... hangt er vanaf hoe hoog je vuur staat of wel het inkoopt. Ja. En waarom sojasaus? Op zich kan je er ook makkelijk gewoon zout in doen natuurlijk. Of iets anders. Ja, maar dat geeft zo... Die umami smaak echt, hè? Die champignons en soja samen allemaal. We zijn 18 minuten ver, de noedels. Sorry. Mijn enigste taak, en dat zelfs dat vergeet ik. Zo, voilà. Deze nog even hier staan.
Die zijn goed. Even hier. En zijn er verschillende soorten sojasausen? Of? Ja, je hebt glutenvrije sojasaus. Je hebt sojasaus met minder zouten. Ook altijd leuk. Oké, ons bouillonnetje. Ik ga er nog iets extra peper in. De laatste minuut is vertrokken. Ik zie toch een klein stressdruppeltje verschijnen. Wacht, hè. Het is om te gieten nu. Even zien. Ik kan het scheppen. We zijn aan het afwerken, dus dat komt helemaal goed. Voilà. Zo, de noedeltjes zijn klaar hier. Zo. Deze. Zijn 8 seconden. Ik was juist over. Dat is omdat ik gevraagd heb om ze nog een keer te die magie met die noedels was mijn fout. Dus ik neem dat volledig op mij. Voilà. Deze even aan de kant. Voilà. Oh, geweldig. Ziet er, het ruikt fantastisch. Hier. Zetten we deze nog tegen. Zo. Aan de kant. Voilà. Onze. Zo. En dan werken we hier af met onze noedels en sesamzaadjes. En dan stop ik de klok gewoon al keihard. Wow. En dan kunnen we doen alsof we net binnen de tijd zijn. Het is volledig mijn fout. Dat is niet erg. Voilà. Ik ga je nog heel even de tijd geven om het gerecht voor te stellen aan de mensen. Ja. Wacht even. Zo. Dus leg het maar neer. Dus het ziet er zo prachtig uit. Al. Alsjeblieft. Dus we hebben hier een bouillon eigenlijk van kastanje champignon met soja. Daar nog onze gebakken oesterzwammetjes bij, sesamzaadjes en nog een krokantje van noedels. Voilà. Vooral dat krokantje van noedels was waanzinnig leuk om te maken. Mensen die dit gerecht willen namaken, kijk eens op Nyam.tv. Chef, dank je wel. Het ruikt fantastisch en ik ga eten. Graag gedaan. Alsjeblieft. Geniet ervan. Dank je wel.